Apetrots zijn ze bij SV Heinen Noord, waar Esmee's voetbalwieg staat en waar ze al volop scoorden. Op dit filmpje wat minder sierlijk dan op het WK, maar ja, je moet ergens beginnen. Plezier staat voorop, maar bij Esmee was vanaf het begin ook wel het enthousiasme en de drive te merken. Heel erg gedreven, toen al. Maar de tactiek was op een gegeven moment wel, speelde bal naar Esmee, die gaat de drie voorbij en die schiet hem erin. Ze heeft altijd bij de jongens gevoetbald, destijds toen ze bij de Noord speelde, maar ja... Ze viel vaak in bij ons, wilde altijd meedoen, was altijd bereid om ons achterna te komen met de moeder bijvoorbeeld. En twee wedstrijden op een dag te spelen. Dus ja, dat is top. Er mag nooit iemand gaan zeggen dat ze Esmee hebben leren voetballen. Want Esmee kon al voetballen. Esmee zat er al op, die was er van. Esmee is echt een natuurtalent. Ze kon wel altijd al heel goed voetballen. Ze had ook techniek. En als je nu ook naar het vrouwenvoetbal kijkt, zie ik bij haar ook dat zij echt wel... dan veel space gewoon 2-3 passen sneller is met de acties. Dus ja, is mooi om te zien. Heinen Noord is sowieso een vrouwenvoetbaltalentenmachine, want Gentle speelt bij Excelsior en ook wel eens tegen Esmee dus. 1-op-1, daar is ze zeker wel heel erg goed in. Is ook moeilijk voor een tegenstander om dat in te schatten, omdat ze toch met twee benen veel kan doen. Dus je kunt beter met haar voetballen dan tegen haar? Ik kan beter met haar voetballen dan tegen haar, ja. En dat is wel een eerbetoon waard, toch? Wat dacht u van de Esmee Brugts Sportpark? Ja, het is al sportpark. De tribune heeft geen naam. Dus dat zou kunnen.